De digitale ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Maar voor veel mensen is het niet eenvoudig om daarmee om te gaan. HCC organiseert bijeenkomsten om mensen meer te leren over verschillende digitale onderwerpen. Net zoals Joop. Ik ben benieuwd wat hij hier wil leren. Ik hoor dat ik hier wat kan bijleren over toegang tot internet. Daar ben ik benieuwd naar, want de wereld wordt steeds digitaler. Wilt u, net als Joop, ook meer weten over het digitale leven? En vindt u het fijn dat samen met anderen te doen? Er is altijd een mogelijkheid bij u in de buurt. In heel Nederland en Vlaanderen zijn iedere week bijeenkomsten, presentaties en workshops waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Of gewoon voor de gezelligheid. Maar er kan ook telefonisch of via internet een beroep gedaan worden op de experts. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom. Blij dat u in zo'n grote getale bent opkomende dagen. Ik ga u iets vertellen over genealogie. Mijn naam is Bertus Postema. Ik ben de locatiemanager van de nieuwe locatie Eefde. De onderwerpen die aan bod komen, daar kan ik het beste een voorbeeld van geven. Genealogie is zo'n onderwerp. Huisautomatisering kan een onderwerp zijn. Dat heet ook wel domotica. Maar ook het kiezen van een smartphone zijn onderwerpen die behandeld worden in deze thema bijeenkomsten. Bij het kiezen van een tablet is het belangrijk om het besturingssysteem te kennen. We hebben 3 besturingssystemen op de markt. iOS, Android, Windows. Daarnaast is het belangrijk of je een grote tablet of een wat kleinere model wilt hebben. Natuurlijk is het belangrijk wat wil je ervoor uitgeven. Dus dat zijn allemaal items zeg maar, die meewegen bij het kiezen van een tablet. iOS wordt door 1 fabrikant op de markt gebracht. Wel met verschillende toestellen, maar het is een heel degelijk apparaat. Stabiele software en erg veel apps die worden aangeboden. Android wordt door meerdere fabrikanten gebruikt. Je hebt dus een grotere keuze uit toestellen. Het is een flexibel systeem. Er worden erg veel apps voor uitgebracht. En heeft een brede samenwerking met allerlei andere toepassingen. Joop krijgt natuurlijk een enorme hoeveelheid nieuwe informatie over zich heen. Daarom is het belangrijk dat cursisten tussentijds de ruimte krijgen om vragen te stellen. Om zo goed bij de stof te kunnen blijven. Mag ik vragen? Ik wil graag mijn voorouders zoeken. Hoe kan ik dat aanpakken? Ja, dat is een onderwerp waar de interessegroep genealogie zich mee bezighoudt. Belangrijk item daarbij is de gegevens uit het trouwboekje. Dus het trouwboekje is daar leidend in. Met de gegevens uit het trouwboekje zijn er websites op internet te vinden waarmee je die gegevens kunt invullen en een stamboom kunt maken. En vervolgens kun je met die gegevens kun je ophalen en inladen in een computerprogramma waar je dan een grafische weergave krijgt van je stamboom. Er zijn interessegroepen Apple, Windows, maar er zijn ook onderwerpen als drones, modelspoorbaan, genealogie, heel divers. Ook zijn er presentaties over wifi, over thuisnetwerken. Dat laatste onderwerp is erg actueel. Er komen steeds vaker slimme apparaten op de markt, zoals bijvoorbeeld een intelligente thermostaat, waarbij het thuisnetwerk ook steeds een belangrijke plek inneemt. En mensen worden bij de lezingen en de voorlichtingen geholpen om dit gerealiseerd te krijgen. De overheid bepaalt dat men langer zelfstandiger moet blijven wonen. En domotica kan mensen daarbij ondersteunen. Ook hier wordt voorlichting over gegeven. Een goed voorbeeld daarvan is het licht wat automatisch aangaat in de gang. We kennen het allemaal wel van het buitenlicht, maar als je dat binnen toepast, dan is het ook ontzettend handig. Ik bedoel, als je wat slechter ter been wordt of je gaat wat slechter zien, dan hoef je niet naar dat lichtknopje te gaan zoeken. Een ander voorbeeld is eigenlijk toch wel dat je vanuit je eigen luie stoel je deur op afstand kunt openen. Dat is prima mogelijk. Je kunt een camera aanbrengen bij de voordeur. Het valt allemaal onder het onderwerp domotica. Het draagt dus bij aan een stukje veiligheid. En het draagt erbij aan een stukje comfort. De overheid wil dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. En dus wordt het ook steeds belangrijker om zo'n huis van slimme applicaties te voorzien. Dit draagt bij aan het veiliger maken van de woning. En op de bijeenkomsten worden bezoekers bewust gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om een woning slimmer en veiliger te maken en klaar te maken voor de toekomst. Ik heb die bijeenkomst ervaren als hartstikke positief. Ja, was erg interessant. Veel dingen van gehoord die ik nog niet wist. Dus ik denk dat ik volgende maand alweer kom. Wil jij nou ook zoveel leren als Joop? Kijk dan op de website om te zien waar je je kunt aanmelden of voor meer informatie.